Thank you.
ruimtebrekend hoog en zo. In de officiële musicalversies in de theaters is dat laatste stukje gesampled. Dat is een opname die de actrices in de musical die de rol van Christine spelen, de vrouwelijke hoofdrol, die zingen dat stukje niet live. Zij wel. Oh,
die de rol van de kapitein speelde, die nummers helemaal niet zelf gezongen heeft? Oh, leuk, die komt ook aan. Oké. Okay. Wist u dat, die is ook heel leuk, deze musical bijna de wereld ingegaan was onder de titel Love Song? Dan had hij helemaal een kansloze reputatie gehad, denk ik. En wist u dat in de film, dus inderdaad, die familie heel dramatisch wandelend over de bergen naar Zwitserland vlucht, maar ze in het echt eigenlijk gewoon de trein naar Italië namen? Nee, wist u ook niet. Drie feitjes, hè? En volgende keer ga ik wel over horen, want... Oké, nou, ik stop. Ik stop. Ja? Zullen we maar gaan zingen? We gaan beginnen. Prima. En wij zingen, hè? Et au vent et
mannen van ABBA die zeiden, dit is de musical waarvan wij niet wisten dat we hem geschreven hadden. Het is waar, het is waar. Het is een van de betere jukebox musicals. Now, when I am alone, I have no hope.
eerste. Kijk, er staat al een afvaardiging hiervan. Ik wil graag het hardste applaus van de avond voor alle vrijwilligers die hier deze hele week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer zijn om de Leidse Scratchdagen mogelijk te maken. Dank jullie, het vrijwilligers. Zijn eeuwenoude grondvesten status trillen van het applaus voor het